Woningcorporatie Stedelanden moet dit jaar 1,8 miljoen euro bezuinigen om financieel rond te komen. Stedelanden heeft onder meer woningen in de Suikerbuurt in Hoogkerk. Ook moet er 1,8 miljoen binnenkomen door het verkopen van woningen. Volgens Stedelanden is de ingreep noodzakelijk om de dienstverlening op peil te houden. De woningcorporatie wijt de problemen vooral aan de verhuurdersheffing die het Rijk de corporaties oplegt en aan de bijdrage die Stedelanden moet geven aan Vestia. Stedelanden hoopt dat een ingrijpender reorganisatie door deze bezuinigingen vermeden kan worden. Chris Garrit blijft de nachtburgemeester van de stad Groningen. Dat werd vrijdagnacht bekend op de verkiezingsavond in Huize Maas. Aan de verkiezing deden 5 kandidaten mee. Garrit is sinds eind 2011 nachtburgemeester. Hij is de afgelopen jaren druk bezig geweest om de cultuur in de stad te bevorderen. Onder zijn leiding werden er nachtlintjes uitgereikt en werden nachtdebatten georganiseerd over actuele onderwerpen uit de Groninger cultuur. De herbenoeming geldt voor een periode van 2 jaar.